Yay! Tristier? Is Tristier! Dat is toch echt een heel leuk ding. Dit is voor jou. Oh, dit is een soort stripperbed. Oh, ho, 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 ho. Dit vind ik echt horror. Als je die dan aan hebt, dan denk ik toch ja. Motherfuckers wanna get famous. Bus guns again. Dangerous, dangerous. I graduated from Cambridge, yeah. Money talks and ja, je ziet er wel echt heel slecht uit. Te snel koud water in mijn gezicht zetten. Oh ja, nee, daar word je wel heel knap van. Heel... Oh. Lekker? Nou, ik voel me gewoon weer 20 jaar jonger. Oh, wat zie je er goed uit. Nee. Jullie zijn natuurlijk van ons gewend dat we elke keer naar een winkel gaan, een Re-Share store, om daar enorm te gaan shoppen en alle vette kleding te laten zien die ze daar hebben. Maar deze keer dachten we, weet je wat? We hebben geen zin om alle moeite te doen. Laat ze maar gewoon een keer naar ons toe brengen. Dus, wat is er gebeurd? Zij hebben voor ons outfits uitgekozen. De Re-Share store heeft voor ons geshopt. Ik ben ook heel benieuwd wat ze voor ons hebben uitgekozen. Oh, ik ook razend. Het idee is dat elke winkel van de Re-Share store heeft een outfit voor ons uitgekozen. Ik heb nog niks gezien. Er is echt veel gebracht. Zal ik het even laten zien? Ja, laat het even zien. Slecht zwaar ook. Oh, je schoenen! Schoenen! Ook nog deze. Hoe zullen we in vredesnaam te werk gaan? Als je een tasje neemt, denk ik het niet. Hey, laten we gewoon beginnen met dit tasje dan. Ja. Want daar zag ik al dingen voor mij. Ik heb hier een tas uit Dordrecht. En er viel net al iets uit. Twee. Schoentjes. Oh, dit komt uit Tilburg. Ja. Huh? Oh, het zit gewoon bij elkaar, denk ik. Tilburg. Ook uit Tilburg. Deze is heel leuk. Dit is voor jou. Jij mag als eerst. Ja, dat zal wel weer natuurlijk. Aan jou het moment suprem. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oh, wat vreselijk. Het jasje vind ik best wel vet. Dat wou ik net zeggen. Het hoedje is een beetje raar omdat hij ook een beetje te klein is. En dit shirt, ja, zou ik zelf niet uitkozen. Nee. Ja, het jasje vind ik wel echt best vet. En doe ze het hoedje af. Hoezo? Ja, kijk, dit vind ik gewoon... Ja, dit vind ik ook vet. Dit is wel kiesbeen. Hoeveel ans tweedehandsjes geven het? Ik snap hem. Niet meer helemaal mijn ding, 7,5. Ik ben het wel met je eens, denk ik. Ja, die jas maakt het een volledige voldoening. Ja. Ik denk dat het tijd is om mijn Tilburgs outfitje aan te trekken. Oh, dit is een soort stripperbed. Oh! Wow, yo! Ik ga me eerlijke mening geven. Deze schoenen zijn niet mijn ding. Dasje op zich vind ik wel grappig, zo'n beetje zo kort. Dan hebben we... Ja, die vind ik wel vet. Dit is op zich natuurlijk wel echt een beetje mijn ding. Ja, die strippenpants, dit vind ik wel echt heel fun. Dit vind ik ook echt wel heel goed gevonden. Hoeveel antjes, tweede antjes zou je het geven? Ik denk gewoon een 7. Dan komen ze op een gemiddelde van. Doe je dat nou op koek? Nee. En nu gaan ze uitleggen hoe dat werkt. Ja, dat weet ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Dat kunnen we straks allemaal uitknippen, toch? Ja. Kom, volgende outfit. Volgende outfit. Oké, pak de volgende tas. Uit Dordt. Oh, uit Dordt. En dit is ook uit Dordt. Zal ik dit eerst weer even... Ja, jij weer eerst. Harry Potter. Dit is los. Dit zit er los. Dit is gewoon een soort hele grote ketting. Maar wat zitten er voor leuke dingetjes hierop? Ja, borduursels. Oh, leuk. Bok. Met bomen. En een berg. Bloemen. Ik vind het eigenlijk wel echt heel vet. En ik vind die kleur van het overhemd ook echt heel vet. Hoeveel ans tweedehands geef je Dordrecht? Nu een dikke 7,5. Dordrecht heeft goede dingen uitgekozen. Ja, lekker bezig. Vet. Door, nou, ik ga ook even Dordt aantrekken. Ja, het is echt Fiona. Ik vind het niet heel lelijk, maar ja. Ik doe lazaai met Ma Vlodder. Lullig? Ik had het zelf nooit uitgekozen, maar ik vind het toch wel heel erg leuk dat ze dit voor mij gekozen hebben. Ja. Geef mij eens even deze. Oh, dit is echt een heel leuk ding. Ja. Hoeveel handjes, tweede handjes? Nou, het is niet in het stadium dat ik denk, het komt aan het rekje. Ik zou hier wel echt een hele vette thriftflip mee willen doen, denk ik. Cijfer vragen wij. Oh ja, sorry. Ja. Dan denk ik dat ik gewoon voor een ga. Mag ik niet dit overhemd of is het nog te vroeg? Ik mag dat in het broekje doen. Ja, zeker. Ik zou deze namelijk wel uitkiezen. Ik heb dus geen idee voor wie. Ja, deze broek. Is sowieso voor mij. Ik hoop eigenlijk dat die voor mij is. Ja, dit is een vette broek. Ik hoop echt dat die pas. Dit is helemaal Harry Styles. Pas. Oh, Gies, er zit een jas in. Yes! Oh, deze is heel leuk. Oh, heel leuk. Ook hele vette pantas. Oh, wat mooi. Oh, ik heb ook een handtas. Ik heb alleen accessoires gekregen. Dit vind ik heel leuk. Ja, maar hij past dus niet, dus ik heb hem even... Oh, met een pasgaatje. Ja. Oh, die jas is heel vet. Love it. Love nou, it. Show even jouw outfit. Ja, gouden patta's. Oh, maat 35. Heb jij nou maat 35 en wil jij hele schattige gouden schoentjes? Dan moet je daarvoor naar Groningen. En ze hebben wel echt... Deze vind ik heel vet, denk ik. Ja, vind ik vet. Ook dat hij wat groter is. Ja, hè? Deze vind ik wel echt heel vet. Gaat er nou eindelijk een item op het rekje, Rosalie? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Hey, woehoe! Ja.
gegeven net. Wat heb jij geen cijfer gegeven? Ik zou denk ik zeggen door de broek en de jas sowieso 8,5. Ik heb hier de volgende tas. Dit komt uit Deventer. Oh, daar zijn we geweest. Dit is Joke. Joke! Oh, heel leuk. Oh, yeah. Joke wil me weer in het leer zien natuurlijk. Yeah. Oeh, hetzelfde. Oh my god, ja! Yeah. Alleen dat petje zeg. Is zo regels en recht uit de Sopranos komen. Ja! I'm walking here. Alsof je in André Hazes de musical speelt. Yeah. Ik vind dit overhemd vind ik heel vet. Ik ook, heel vet. Heel vet. En in combinatie met dit lederen jas vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Yeah. Joke, dankjewel. Ik vind dat Joke dit goed heeft uitgekozen. Dit is een beetje Austin Powers-achtige... Ik vind het jurkje ook vet. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik Nee. Maar nu ik hem aan heb, denk ik Het staat zo echt goed. Een dikke 8,5. Ik heb het echt warm in die synthetische knetterjurk. Ik heb het glijdt allemaal af en dan heb ik zo'n vaas en dan glijdt het weer af. Ik heb water, want ik heb het zo heet. En dan moet ik ook nog water gaan drinken. We hebben niet eens even een colaatje. Oh, ik vind het best wel vet. Ik vind dit stofje vind ik heel leuk. En kijk, ze hebben een haarband uitgekozen. Het is heel feestelijk. Wat voor cijfers uitgeven? Zo, in combi zou ik het wel echt een 8,5 geven. Maar hier worden hier even cijfers gegeven. Ja, dankjewel Nijmegen. Ik denk dat ik nu vrede kan sterven dat ik jou nu een keer in zo'n broek heb gezien. Ja, het spijt me, maar dit vind ik echt horror. Ik voel me echt een beetje een kippenrollade. Ik vind dat oranje ding nog niet eens heel lelijk. Ik vind die stof vind ik heel het mooi. Het is een beetje alsof je gaat larven. Ik vind deze heel vet. En ik vind hem ergens ook nog best wel vet in combinatie met de blouse. Ik vind het overhemd ook wel lekker. 6,5. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja, het vestje is een terugkomend ding voor vandaag. Jouw outfit vind ik op zich wel goed gebaseerd op Giesbert. Was voor mijn outfit nog niet helemaal... Zullen we jouw weggetje even kwijt? Ja. Ik vind het stofje vind ik heel erg leuk. In die zin jeuken mijn handen om hier een leuk rokje van te maken. En deze blouse zou ik dan denk ik combineren op gewoon stoere jeans. En dan vind ik het op zich ook wel weer grappig. Zo tezamen zeg ik nee. Nee. Jouw outfit daarentegen vind ik wel echt heel erg vet. Je zit alweer een beetje met je neus in de lucht. Ja, ik zie wel één item dat ik denk van oh, die zou ik wel echt dragen, denk ik. Wat dan? Deze, heel vet. Het stofje is gewoon vet. Ja, ik zie hier één ding en ik ga ervan uit dat ze het voor jou hebben gekozen, maar ik denk dat ik het ga claimen. Nee, dat is mijn maat. Dat is ook mijn maat. Ja, ja heel vet. Maar had jij er niks onder? Oh, jij had al deze natuurlijk ondergoeten. Ik vind hem heel vet. Ik snap als mensen dit niet snappen, maar ik zie mezelf hier in de zomer wel gewoon ziek hard en chillen. Ja. Ik weet eigenlijk niet nee, wat ik toen ik hem naar zag licht heb, alles vind ik vet. Maar nu ik hem aan heb, denk ik, nou. Nee, deze is denk ik voor mij. Of voor jou, ik weet het niet. Ja, die trui is wel hard, hè? Deze is toch heel leuk? Ik geef ze zeker 8 punten. Oh my god, dat broekje. Een Gucci broekje. Wel Gucci uit Turkije, hoor. Oh, dat sowieso. Een kantoorvrouw en haar dochter, die je net bij groep 7 hebt afgezet. Toch? Hey, ik vind mezelf echt een beetje zo'n kekke huisvrouw die dan denkt, oh... Ik heb een kek windjack. Ik vind deze hakken vind ik wel gaaf. Maar die zou ik sowieso dan combineren denk ik onder een stoere jeans. Dit blouseje vind ik ergens ook wel vet. Maar ik zou dat denk ik ook combineren met een broek. Nou, en ik zou dit allemaal gewoon niet kopen. Nee. Sorry. We hebben nog één doos. Die is ook echt heel spannend ingetaped. Oh ja, het is Bestoor Breda. Lieve Rosalie en Giesbert. Groetjes team Restert. Restert! Maar ik ben gewoon zo hyped. Want Breda had zulke vette dingen ook. Oh, wat vet! Voor mij denk ik niet. Ik ga er helemaal van kwijlen. Oh, een heel leuk bikershortje. Oh. Ik vind die schoenen heel vet. Die schoenen vind ik ook wel vet. Ik vind het broekje ook wel vet hoor. Ik vind alleen die bovenkant ben ik helemaal van... Hè? Verschrikkelijk. Echt niet mijn ding. Dus ik doe het als ik het niet heel erg vind, dan kom ik even uit. Maar ik heb wel nog een andere trui erbij gezien. Ik dacht van die is wel leuk erbij. Wat vind je van mijn lookje? Ja, vet. Lekker broekje ook. Een ledere broekje. Okay. En ik vind die trui, vind ik de structuur vind ik heel vet van die trui. En dit vind ik toch net iets meer jou. Ja. Dit jasje nog. Ja. Oh ja, dit jasje is heel vet. Ja. Ja, gewoon steady classic. Oh, wat is dit voor spannende jas? Wacht, ik moet even die trui eronder uit, denk ik. We hebben nu zoveel kleding aangehad. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat je wel echt voor je meest ultieme go-to look moet gaan. Ja. Ik denk dat ik er eentje heb met een item die ik nog niet gepast heb. Ik trek het vooraan. Heel vet. Ja. En nu? Ik
vond dit een zeer geslaagd experiment. Ik heb me echt kostelijk vermaakt. Dank voor alle stores die super erg hun best hebben gedaan en een hele vette outfit voor ons uit de rekken hebben getrokken. Ik vind het heel grappig om te zien wat jullie allemaal voor ons bedacht hebben. Er zaten ook zeker dingen tussen die ik zelf nooit zou uitkiezen, maar als je die dan aan hebt, dan denk je toch ja! Nou ja, meneertje Rupsje Nooit Genoeg, die heeft natuurlijk weer het hele influencer rekje volgehangen. Kan je vast verklappen, dat is niet allemaal voor jou. Want mochten jullie nou dingen gezien hebben waarvan je denkt, dit wil ik hebben, dat kan. Want deze kleding sturen wij zorgvuldig weer terug naar de stores waar het vandaan komt. En ik vind het ook wel heel erg leuk dat wij een keer helemaal gestaald zijn. Ja. Dat kan je dus natuurlijk ook vragen als je in zo'n winkel bent. Ik hoop dat jullie het ook ontzettend leuk vonden. Als dat nou zo is, like en subscribe, schatjes. En waar kunnen ze Baron Benedictus vinden? Op de gram. Hele dikke groetjes. Hele dikke groetjes. Volgende week ben ik er gewoon weer.